Dat is prima. Mijn geluid aan. Ik moet even. Volgens mij waren we vorige keer gebleven op 93a bovenaan. Voor degenen die ook naar de shiurim van het seminarium luisteren, kan het zijn dat er een beetje herhaling is. Maar het is de gewoonte bij Talmudlessen dat je eigenlijk 3 keer herhaalt, dus dat kan geen kwaad. We gaan bovenaan beginnen. Gedolim tzadikim yoter, zien jullie dat? Mimalachei ha-sharet. De status van rechtvaardige mensen, die is eigenlijk hoger dan dienstdoende engelen. En hoe weten we dat? Sneamar, wat er is geschreven in Daniel, profeet Daniel, hoofdstuk 3, zin 25. Even kijken, wat is er geschreven? Ana wa Amar. Nebukadnezar, die riep uit en die antwoordde en zei het volgende. Bij het zien van het wonder dat die drie mensen, namelijk Hanania, Mishael en Azaria, niet verbrand werden door de vuuroven, zei hij, Ana, even kijken, Ana, Gazé, Gavrin, Arba'a, Shirin, Mahalachin, Benonura. Dat betekent, zie, ik zie dat er 4 mensen door het vuur van de oven lopen, midden van het vuur. Wagawal lo isibahon. En er is geen enkele brandwond op hun op hen te zien. We rijden die revia. En ik zie ook een 4de persoon, Damee Levar Elohim. Damee, die lijkt Levar op een zoon Elohim van God, dus op een engel. Amar Rabbi Tanchum Bar Ganilai. Zegt Rabbi Tanchum Bar Ganilai. Busha'a, op het ogenblik, op het moment. Sheyatse'u Hananya Mishael Azaya Mikifshana is. Dat Hananya Mishael en Azaria uit de vuuroven kwamen. Ba'u kol umot ha'olam. Kwamen alle volkeren van de wereld. Dat wil zeggen al die verschillende volkeren die in het dal verzameld waren om zich neder te buigen voor de afgod van, of voor het grote beeld van Nebukadnezar. We tafgu le sonnehen shel Yisrael al penehem. We tafgu le sonnehem shel Yisrael al penehem. En zij sloegen als het ware de vijanden van Israël. Dat betekent, dat is een eufemisme, de vijanden van Israël, dat is hetzelfde als de zonden van het Joodse volk. Daarmee sloegen zij in hun gezicht. Amaru lahem, en zij zeiden tot hen het volgende. Yesh lachem Eloha kaze. Het is ongelooflijk. Jullie hebben een God als deze, die die 3 mannen uit de vuuroven redt. Ja? Je hebt zo'n krachtige God, waatem, mishtagavim letzalim, en jullie werpen je neer voor het afgodsbeeld, letzalem, voor het afgodsbeeld, onder dreiging van Nebukadnezar, wat hij daar heeft opgericht in het dal. Miyat patgoeve amru, onmiddellijk openden die zondaars van het Joodse volk hun mond, Baamru, en ze zeiden, en dat is geschreven in Daniel hoofdstuk 9, zin 7, Lega Adonai Atzdaka, aan u God is de rechtvaardigheid. Velanu Boshet Hapanim Kayom Hazeh. En wij hoeven ons alleen maar te schamen op deze dag. Dat is voor ons een schaamtevolle dag. Het is verschrikkelijk wat we gedaan hebben. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani.
zegt Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Jonathan, in de naam van Rabbi Jonathan. Mai, wat is dichtief? De betekenis van wat geschreven is in Shiar Shirim, in het hooglied van koning Salomo, hoofdstuk 7, zin 9. Daar staat de volgende pasuk. Amarti, ik zeg, de Salomon zegt, Aale betamar, ik zou de palmboom bestijgen. En ik zou ontzettend juichen, deze palmboom bestijgen. Ogaze besinsanof. Maar ik houd me slechts aan takken vast. Aan de takken van de palmboom houd ik me vast. En wat is de betekenis? Amarti, God zegt als het ware, ik zei, Aale betamar, Elu Yisrael, ik zou verheven zijn door de palmboom. En wie is die palmboom? Elu Yisrael, dat is het Joodse volk. We achshav, maar nu, lo ala bidei bejadei ella sinsan egat. Maar nu kan ik mij slechts met mijn hand aan één palmtak van het Joodse volk vastgrijpen. Dat samen, die palmtak die wordt gesymboliseerd door Hananja, Mishael en Azaria. Dus één palmtak, namelijk de tak van Hananja, Mishael en Azaria. En de andere takken van de palmboom, dus de andere leden van het Joodse volk, die hebben toch gebogen voor het afgodsbeeld. Ja? Zij waren alleen bereid hun leven op te offeren, doordat zij door Nebukadnezar bedreigd werden en in de oven gegooid zouden worden als zij niet zouden buigen. Maar zij gaven niet toe aan deze dwang en zij bleven recht overeind staan. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan zegt het volgende. Mai dichtief. Wat is de betekenis van datgene wat er geschreven is in Zecharia, in de profeet Zecharia, hoofdstuk 1, zin 8. En wat schrijft Zecharia? Ra'iti halayla, ik heb de nacht gezien, wene, en zie in die nacht, wene is rogeef al soes, rijdt een man op een paard, een soes adom, een rood paard. Ja, een verhoe omeet ben ha-dasim. En dat paard met die man erop, die stond tussen de hadasim. Dat is tussen de meerte, tussen de mirrenbladen. Asher bimtsula, die groeide in de diepte van de vijver, et cetera. Rabbi Yochanan, die legt het uit. Mayra iti. Wat betekent in deze pasuk, in dit vers Mayra Iti, ik heb gezien, Halayla, Mayra Iti Halayla, wat is de betekenis van ik heb de nacht gezien? De betekenis is dat Bikesh HaKadosh Baruch Hu, de heilige geloof zei hij, probeerde la hafog et kol ha'olam kulo lelayla, la hafog om onder te dompelen de hele wereld in de nacht. Dus de hele wereld in duisternis te hullen. Ja? Waarom? Omdat de Joodse volk zich neder had gebogen voor het standbeeld van Nebukadnezar. Ja? Wehine Israël geef is. Wehine. Is rogeef. En wat is de betekenis van zie, er rijdt een man op een paard. Dat staat er niet bij, maar er rijdt een man. En het antwoord is één is Ella HaKadosh Baruch Hu. De betekenis van is niks anders dan de heilige, gelooft hij zelf. En hoe weten we dat? Shneemar, omdat er geschreven staat in Exodus, in Shemot, in hoofdstuk 15, zin 3,
Dat is tijdens het zingen van het Joodse volk aan de Schelfzee, toen de Schelfzee het Egyptische leger bedekte, toen zong Mozes en het Joodse volk, Hashem Ismail Gama, de eeuwige is een is, is een man, Milchama, die ten strijde strekt. Hashem Shemo, de eeuwige is zijn naam. Alsus Adom en op een rood paard, Bikesh probeerde, of was van plan, Akados Borgu, de heilige, geloofde hij, Lahavog et Haolam, Kulo Ledam, was van plan om de hele wereld in bloed te veranderen. Dus als het ware de hele mensheid te vernietigen, omdat de volkeren, maar ook het Joodse volk, zich neder had gebogen voor het afgodsbeeld in het dal. En het afgodsbeeld wat Nebukadnezar had opgericht. Kiven. Maar op het moment, Shinistakeel, dat hij God zag, Beganania, Mishael, Azaria, namelijk Ganania, Mishael en Azaria, in die oven, in die brandende oven, niet karera, er zit het woord kar in, en het is koud, dus bekoelde dato, bekoelde zijn woede, zijn weten van het feit dat al die mensen zich voor die afgod hadden neergebogen, behalve Ganania, Mishael en Azaria. Toen hij dat zag, niet karera dato, toen kwam hij tot bedaren. Shneamar, want er staat geschreven in Zecharia, de profeet Zecharia, in hoofdstuk 1, pasuk 8, daar staat het volgende geschreven. Weho omeet ben hadassim asher bimtsola. En hij stond te midden van de meertebladen. En die meertebladen, dat is de symbolische aanduiding voor de rechtvaardige mannen, namelijk Azaria, Mishael en Azaria. Asher bimtsola, die ontsproten uit de diepe vijver. We een hadassim, en de betekenis van hadassim, Ella Sadikim, is niks anders dan rechtvaardigen. Dat zijn die drie mannen, die zijn rechtvaardigen. En hoe weten we dat? Omdat er gezegd is in Esther, in de rol van Esther, in het tweede hoofdstuk, in vers 7, Vayehi omen et Hadassah. En hij, Mordechai, was de opvoeder van Hadassah. En Hadassah is een andere naam voor Esther, maar Hadassah, dat betekent eigenlijk de rechtvaardige Esther. Dus met andere woorden, dit vormt het bewijs, omdat Esther rechtvaardig was, dat God die drie mannen ook als rechtvaardige mensen beschouwde. En dat de reden was dat zijn woede bekoelde en het volk niet vernietigd werd. De een met Sula, Ella, Babel. En er. Dat is dus een allegorische voorstelling van het woord Metsula, betekent eigenlijk een diepe vijver, een diepte. We eind Metsula, maar het woord Metsula, dat betekent in dit geval niets anders dan Babylonië. Want Babylonië, dat ligt diep onder de zeespiegel, 200 meter onder de zeespiegel. En hoe weten we dat? Dat het woord Metsula Babel betekent, Shneamar, omdat staat geschreven in Yeshayahu, in de profeet Jesaja, in hoofdstuk Memdalat, in hoofdstuk 44, Kafzoi in Pashoek, in vers 27. Daar staat het volgende geschreven. Ha-Omer Letzula Garavei Venerotayich Oivish. En dat betekent, ik ben God die zegt tot de diepte wateren, Garavei, wees uitgedroogd van Harotayich, en ik zal jouw rivieren laten uitdrogen. Dus de rivieren van Babylon, die zullen droogvallen. Oivish miyat, en onmiddellijk vulden die rivieren zich met meleim, die werden vol. Rogees, naasim, shirokim, adumim.
En door de woede van God werden die rivieren rood gekleurd. Maar na Sulewanim, maar ze werden weer wit. Dus ze kregen weer een normale kleur van water. En Amar Rav Papa. En Rav Papa zegt het volgende. Shemamino, leer uit Sousse, Givare, Maale, Lachelma. Dat de paarden die eerst, dat het paard dat eerst rood was, evenals de rivier rood was en wit werd. Zo is ook een Sousse, Gira, een wit paard, wat je, Givara, een wit paard dat je in je droom ziet, Maale, Lachelma. Wat je in je droom omhoog komt, dat is Maale, dat is heel erg gunstig. Dus wordt als een gunstig voorteken beschouwd als je een wit paard in je droom ziet. Dus het is een goed omen, een goed voorteken. In Talmud Barachot, op DAF, op folio 57b, wordt ook gesproken over droombeelden, wat tekenen van goede dromen en wat tekenen van ongunstige dromen zijn. En hier wordt hier naartoe gerefereerd. Gaan we verder. Rabbanan. En de rabbijnen die vragen zich het volgende af. Lahagi Azu Asle. Waar gingen deze drie mannen, Michaël, Ganania en Azaria, waar gingen die eigenlijk naartoe nadat ze gered waren uit de oven? De Rabbanan, en dus de rabbijnen, die vroegen dat. Amar Raaf, en Raaf zei het volgende. Be'in, dat betekent be'in door het oog, en wel het be'in hara, door het boze oog, wat de mensen op hen wierpen, metu, stierven zij. Het is dus mogelijk, leren we hieruit, dat wanneer mensen een ander slecht gezind zijn, of jaloers zijn, dan werpen zij als het ware een boos oog op hun, en dat kan schade aanrichten, omdat, wat gebeurt er dan? Door het richten van hun boze oog, komen als het ware de demonen en de dienaren van de dienst, van de dienstdoende engel Satan, van de openbare aanklager, die maken de openbare aanklager erop attent dat misschien deze rechtvaardige man toch nog wel een zonde heeft begaan. En de Satan die gaat daarmee naar HaKadosh Baruch Hu. En dan kan het zijn dat die rechtvaardige man, dat hij toch nog gestraft wordt voor één klein dingetje wat hij in zijn leven gedaan heeft. We kunnen een voorbeeld zien bij Moshe Rabbeinu, dat was eigenlijk een tzadik gamur, een volledig rechtvaardige, maar toch heeft hij op het laatst, toen het Joodse volk dorst had en water wilde, heeft Mozes in plaats van te spreken tot de rots, heeft hij tot de rots geslagen. En hij wordt voor deze hele kleine overtreding wordt hij gestraft, omdat hij Gods naam niet geheiligd heeft door naar hem te luisteren. En mag hij het Joodse land niet binnentreden. Hij ziet het Joodse land wel. Bij zijn afscheid van het leven ziet hij het Joodse land wel. Op de berg Nebo, daar laat God hem het hele land zien. Je ziet dus dat het boze oog van mensen in staat is andere mensen als het ware ziek te maken of te vernietigen. Maar Shmuel, dat is de tegenhanger van Raaf, die zei, Berok Tavu. Nee, deze drie mannen, die verdronken als het ware door het sputum, door het spuug, wat alle mensen, alle volkeren, die antisemieten waren en in dat dal verzameld waren, die afgunstig waren en naar hun spuugden, zodat zij eigenlijk verdronken in een poel van spuug. Een beetje plastisch voorgesteld. Rabbi Yochanan Amar, die zei gelukkig iets anders.
Die zei namelijk dat deze drie mannen, Alu, die stegen op, die gingen, want Eretz Israël werd hoger dan Babylonië. Die Alu die stegen op naar het land Israël, we naasten Unashim en ze namen zich vrouwen, Woholidu, Banim, Uvanot, en ze brachten zonen en dochters voort. Gaan we even verder. Even kijken, Banim Uvanot. Ja, ik moet even een klein slokje water drinken. Moment, 1 seconde. Wacht even. Hoe gaat dat? Groepje koningsvertrouwen. Zo, lekker. Nou, dan gaan we verder. En wat we er net, de verschillende meningen, wat er met die drie mensen gebeurde, waarover de Gemara, waarover de Amoraïm, de leraren van de Talmud, van de Gemara, praten, dan zegt de Talmud het volgende. Ketanae. Deze verschillende meningen, die wordt ook vertolkt in de Mishnah door de Tanaïm, door de leraren van de Mishnah. Namelijk, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer zegt, inderdaad, die drie mannen, die werden vernietigd, die gingen dood, be'een hara metu. Ze gingen dood door het ein hara, door het boze oog. Maar Rabbi Joshua Omer, nee, Rabbi Joshua die zegt, berok tavu. Zij werden verzwolgen door de hoeveelheid spuug die de mensen naar hen uitspuwden. Waar gagomim omriem, maar de geleerden zeggen, alu naar het Israël. Ze stegen op naar het land Israël, naast Unashim. En ze namen zich vrouwen, wolidu banim ubanot. En ze brachten zonen en dochters voor, Shneamar, want er staat geschreven. En Zecharia, hoofdstuk 3, pasuk 8. Shema na Yehoshua HaKohen HaGadol. Luister Yehoshua, hoge priester, Ata Vereega, jij en je vrienden en je naasten om je heen, Yoshim Lefanega, die voor jou zitten, Ki Anshe Mofet Hema. Want die kinderen die bij jou zijn, en jijzelf, die zijn allemaal Anshe Mofet. Mensen die uiteindelijk geboren werden door een wonder, namelijk het wonder dat hun drie voorvaderen, Azaria, Hanania, Mishael, uit het vuur gered werden. Ezuheem, en wie zijn dat? In die generatie, Anashim, Sinasina en Mofe, wie waren die mensen voor hun, die aan wie een wonder geschied was, hebben, Omer, hier wordt gesproken, ze, Hanania, Mishael, Azaria. Je moet zeggen dat dit Hanania, Mishael en Azaria waren. We Daniel. En betreffende Daniel. Waar Lehegan Azal, waar ging Daniel naartoe? Amar Raaf zegt het volgende. Het is natuurlijk zo dat Daniel zich zeker niet voor de afgod zou buigen. Le Mikra Nahara. Hij was weggestuurd om een kanaal te maken, om riviertjes te graven. Rabba, om veel water te laten voorschijn komen door het graven van kanaaltjes in. En hij was weggestuurd namelijk door Nebukadnezar. Waarom? Het is namelijk zo dat Daniel, die werd door Nebukadnezar als een soort afgod beschouwd. En waarom? Omdat jullie weten het verhaal dat Daniel door Nebukadnezar in de leeuwenkuil gegooid werd. En waarom werd hij in de leeuwenkuil gegooid? Jullie weten dat dat Nebukadnezar de opdracht had gegeven aan het hele volk van Babylonië, dus ook aan alle Joden, dat het verboden was zich tot enig ander god te wensen dan alleen maar naar Nebukadnezar. Wat deed Daniel?
Hij ging voor het raam staan en hij boog in de richting van Jeruzalem. En er kwamen dus mensen, die kwamen, die zagen dat en die gingen dat verklappen aan Nebukadnezar. En zo werd Daniël genomen door Nebukadnezar en hij werd in een leeuwenkuil gegooid. De volgende ochtend, hoewel Daniël dus eigenlijk een soort dienaar van Nebukadnezar was, maar de volgende ochtend ging Nebukadnezar in een leeuwenkuil en riep: Daniël, ben je daar? En Daniël antwoordde: ja, ik ben hier. En hij werd naar boven gehaald. En hij was dus niet verslonden door de leeuwen. En dat was een enorm wonder. En daarom werd Daniël door Nebukadnezar als een soort afgod beschouwd. En hij wilde niet dat Daniël ook nog eens, evenals die andere drie mannen, in de oven gegooid zou worden. Want het kan toch niet zo zijn. Dan zou het volk zeggen: hij gooit zijn eigen afgod in de oven. En dat wilde hij niet. En dus daarom stuurde hij in het geniep. Stuurde Nebukadnezar in het geniep Daniël weg. Ik weet niet of jullie gehoord hebben. Ik heb het op een andere shiur verteld, maar ik wil het ook hier vertellen. Mocht ik jullie het verhaal kennen, zeg het dan even. Ik was nog student en ik werkte in de dierentuin Blijdorp in Rotterdam. En ik moest de kooien schoonmaken, et cetera. En op een gegeven dag werd ik gebeld: Jacob, er is onze grote orang-oetang, die beroemde orang-oetang Olga, is overleden, het vrouwtje orang-oetang. En er zijn altijd heel veel kinderen rond haar kooi, want ze maakt allerlei gekke bewegingen en trekt rare gezichten. Zou jij in een apenpak van orang-oetang willen aandoen en in de kooi gaan staan en dan allemaal rare dingen doen? Nou, dat deed ik de eerste dag en ik kreeg ook extra betaald. En de tweede dag deed ik dat ook, maar ik begon me een beetje te vervelen. En zo ging ik op een muurtje staan, maar toen viel ik in de leeuwenkooi. Dus er kwam een enorme grote mannetjesleeuw naar mij toe. En ik onmiddellijk schrok me kapot. Dus ik deed onmiddellijk mijn masker af van de orang-oetang. En ik riep: help, help. Toen zei de leeuw: goedemorgen, bent u ook van Randstad Uitzendbureau? Ja, ja, dat is het verhaal van Daniël en de leeuwenkuil. Die kwam dus duidelijk niet van Randstad Uitzendbureau, maar die werd gered door HaKadosh Baruch Hu. En die kwam dus boven bij Nebukadnezar. En hij werd dus door Nebukadnezar naar Tiberias gestuurd, om daar voor hem een rivier te graven. En dat is natuurlijk onbegonnen werk. Maar hij hoopte dat hij er lang genoeg bleef. Maar Shmuel Amar. Maar Shmuel die zegt het volgende: Lasuye Bisra de Aspasta. Hij kreeg de opdracht om daar Aspasta. Dat is een soort veevoeder. Net zoals tegenwoordig de koeien mais eten, is Aspasta ook een soort mais. Om veevoeder te verzamelen. Rabbi Yochanan Omer. Maar Rabbi Yochanan die zegt het volgende: Lasuye, hij werd gestuurd om te verzamelen, om bijeen te garen, Gazire, Gazirim, dat zijn varkens, de Alexandria, van het land Alexandria, Shel Mitzrayim, vanuit Egypte. En dan vraagt de Gemorre zich af: Eni, is dat wel zo? Is het wel zo dat het geoorloofd is om varkens uit Egypte te halen? Wat was namelijk het geval? De Egyptenaren hadden het monopolie over varkensteelt. En ze hoedden zich er wel voor om varkens, met name de zeugen, die zwanger werden en die heel veel biggetjes ter wereld brachten, om die te exporteren naar andere landen, want dan zouden ze niet meer hun monopolie hebben. Dus Eni, is dat zo, vraagt de Gemorre. We had Tanja, maar hebben we niet in een braaisje geleerd het volgende: Todus harofe amar. Todus, de arts, een hele bekende arts, die Amar, die zei het volgende: één parave gazira, nog een koe, nog een varken, een zeug, Yotzeme Alexandria Shalmitzraim,
gaat uit de stad Alexandrië in Egypte, Sheen Gottegien, waar niet uitgehaald is haar een de baarmoeder, Shelah, van het betreffende Beshwiel. Waarom? Opdat Shelot teleet zoetere. Opdat zij geen jonge biggetjes of jonge kalfjes ter wereld zullen brengen in den vreemde. Aisha, en het antwoord is Aisha belodataihu. Het antwoord is dat Daniel die smokkelde die kleine biggetjes, die smokkelde hij uit Alexandrië naar Babylonië, zonder dat die Egyptenaren hiervan op de hoogte waren. Dus de reden dat Daniel weg was, is dus dat hij naar Alexandrië werd gestuurd uit vrees dat de mensen zouden zeggen tegen Nebukadnezar, hoe kan het nou? Je gooit je eigen afgod in het vuur, en dat was namelijk Daniel. En daarom, Tanu Rabbanan, daarom zeggen de geleerden ook, Shlosha Beota Etza, deze drie mensen die in het vuur gegooid werden, die waren partners van Hakadosh Baruch Hu. Zodat Daniel niet het slachtoffer zou worden van de vuuroven. En Hakadosh Baruch Hu, de heilige geloof, zei hij, Amar, die sprak het volgende, Neziel Daniel, laat Daniel mehaga daar vandaan weggaan. Want de lo limra, dat de mensen niet zullen zeggen, bezgutea itnatseel, dat door het goed van Daniel, dus door de verdiensten van Daniel, die andere drie mensen uit het vuur gered werden. Dus eigenlijk was Nebukadnezar was een partner van Hakadosh Baruch Hu door Daniel weg te sturen. Waarom? Omdat Hakadosh Baruch Hu eigenlijk zei, ik stuur Daniel daar vandaan weg vanuit Babylonië, want anders zou hij overgegooid worden. En dan zouden de mensen die het wonder van de redding van die drie mensen zouden zien, die zouden zeggen, door het zegoed, door de verdiensten van Daniel, zijn die drie mensen gered en niet wegens het feit dat zij zichzelf wilden opofferen, omdat zij niet van plan waren om voor het afgodsbeeld van Nebukadnezar te buigen. Ja? We Daniel Amar, maar Daniel zei tot zichzelf, Izel meherga, ik zal hier vandaan gaan, de lo le kayem bi, opdat niet wat mij betreft in vervulling zal gaan datgene wat in Dwarim hoofdstuk 7, pasuk 25 geschreven staat, want Pesile Elohim, tis refun ba'esh, de afgodsbeelden van de vreemde volkeren, als jullie in Kanaan komen, die moeten jullie in vuur verbranden. Dus met andere woorden, Daniel wilde niet dat hij, omdat hij de status van een afgod had, dat hij als afgod door het vuur verbrand werd, omdat Nebukadnezar hem als een afgod vereerde. En dat zou dus een blamage voor Nebukadnezar zijn. En dus dacht hij bij zichzelf, ik ga onmiddellijk weg uit Babylonië, zodat de mensen niet zullen denken, dat ik als afgod van de profeet, dat ik als afgod van Nebukadnezar verbrand ben, en bovendien dat ik ook nog eens een keer wegens mijn verdiensten voor Hakadosh Baruch Hu, dat die drie mensen, Mishael, Azaria en Ganania, uit het vuur gered worden. Ja? Nebukadnezar en de partner als het ware van Hakadosh Baruch Hu in dit geval, namelijk Nebukadnezar, Amar, die zei, Yaziel Daniel, ik stuur Daniel weg. Meha gaat daar naartoe, naar Eretz Yisrael, de lo lemeru, zodat de mensen niet zullen zeggen,
Kaleel Elohea Benura. Hij heeft zijn eigen afgod, namelijk Daniel, die hij als een afgod beschouwde, omdat hij gered was uit de leeuwenkuil. Hij gooit zijn eigen afgod in het vuur. Ominein de Sagir Dichsief. En hieruit, hoe weten wij dat Daniel als een afgod vereerd werd door Nebukadnezar, Dichsief? Omdat er geschreven staat Daniel, de profeet Daniel, pasuk, in hoofdstuk 2, pasuk 46, daar staat het volgende geschreven. Badin Malke de Nebukadnezar Naval al Anpuhe. En Nebukadnezar, toen hij zag dat Daniel gered was uit de leeuwenkuil, Naval al Anpuhe, hij viel als het ware op zijn aangezicht voor Daniel. Oele Daniel Zagit. En hij gaf, Daniel verafgoodde hij. Dus Daniel werd verafgood wegens het feit dat hij gered werd door HaKadosh Baruch Hu uit de leeuwenkuil. Ja. Er komt even een moeilijk stukje, maar dat zal ik proberen te verklaren. Jeremiahu uit de profeet Jeremiahu in hoofdstuk 7, uit hoofdstuk 29, zin 21, staat het volgende geschreven met betrekking tot de bevrijding van de drie mannen, Hanania, Mishael en Azaria, uit de vuuroven. Ko amar Hashem. Zo spreekt de eeuwige Tzvaot, de Heer der Heerscharen, Elohe Israël, de God van Israël. Merk hierbij op dat deze woorden, amar Hashem, Tzvaot, Elohe Israël, ook staan aan het begin van Sefer Yetzirah, van het boek der schepping. Daar staat namelijk, Chakak Hashem, God hieuw uit, zoals vroeger uit de klei werden, uit het kleitafelen werd gehakt, en werd spijkerschrift werd uitgehakt in de kleitafelen. Dus God, de Hashem Tzvaot, de God de Heerscharen, Elohim Israël, die hieuw uit, die hakte uit. Besipur, Besijfer, Omispar, staat in het boek der schepping, door getal, door het woord en door communicatie, door mededelingen. Daardoor hakte God als het ware de wereld, de Torah, de letters uit. En ook hier wordt die term Hashem Tzvaot Elokei Israël gebruikt. En waarbij wordt die gebruikt? Die wordt gebruikt bij de volgende geschiedenis. Namelijk dat Agab, de slechte koning, en zijn zoon, de zoon van Kolja, en dat ook Zedekia, Ben Maasia, Hanaviim, dat waren de Neviim Shekarim, dat waren leugenachtige profeten. En die Hanaviim Lachem Bishmi, God zegt, ze hebben in mijn naam, hebben ze de Sheker, hebben ze leugenachtige profetieën verspreid. Want er staat namelijk ook actief in Yemjahu Kaftes Kafbeet, in de volgende pasuk, in de volgende vers, Welokach mehem klala lecho galut Yehuda. Zij door hun manier van handelen, door hun valse profetie, werd een vloek geuit door HaKadosh Baruch Hu op alle ballingen van Yehuda die naar Babylonië gevoerd werden, Lemor, namelijk als volgt. Yeshimcha Hashem Kesitkiyahu Agab, mogen God jullie als het ware zegenen, maar dat zegenen hier is een eufemisme, en bedoelt eigenlijk, mogen God jullie vervloeken als de leugenachtige profeten Sitkiyahu en Agab, Asher Kalom Melech Babel,
die door de koning van Babylonië, die als het ware geroosterd werden. Asher Serefam, die geroosterd werden. Serefam Lonermar. Er staat dus kalom, het woord kalom staat er. Ze werden geroosterd in een vuuroven. Serefam Lonermar. Er staat niet dat ze verbrand werden. Elak Asher Kalam. Maar ze werden geroosterd, zoals mais gepoft werd of zoals brood geroosterd werden. Dus alleen hun kleren werden als het ware geschroeid. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon. En Rabbi Yochanan zegt uit naam van Rabbi Shimon ben Yochai, het volgende, Melamed, dit leert, de term kalom leert, She'asun kekayalot, dat zij als het ware geroosterd werden en gepoft werden als mais, als tarwe. En dat hun kleren als het ware helemaal verbranden, maar hun lichaam niet. Janasha, Asune, Welabi Israël, omdat zij een hele lage daad in Israël hadden gedaan, namelijk, waar je in aanvoe et Neshege EM, zij verleiden de vrouwen van hun naasten. Dus zij deden slechte dingen, zij verleiden de vrouwen van hun medejoden in de stam Juda. Dat staat geschreven in Jemajaw hoofdstuk 29. Mai avor azul gabe bereisde de Nebukadnezar. En wat deden zij? Zij gingen ook naar de dochter van Nebukadnezar, Agaf Amarla. En de valse profeet Amar, de valse profeet Agaf, die zei tot die dochter van Nebukadnezar, Ko Amar Hashem, zo spreekt de eeuwige Hashmi'i at Tzidkiyahu, ga naar de Tzedekia, naar Tzidkiyahu en ga met hem gemeenschap plegen. Met Tzidkiyahu Amar en een valse profeet Tzidkiyahu die zei tegen haar, de volgende leugenachtige profetie, Ko Amar Hashem, zo zegt de eeuwige Hashmi'i el Agaf, ga naar Agaf, Azla Ganahem, Hashmi'i el Agaf, ga naar Agaf en heb met hem gemeenschap. Dus zij hoorde dit van de twee valse profeten. En wat deed zij? Die dochter van Nebukadnezar, Azla, zij ging heen, Bamrale, en ze vertelde dit, La Abuha, aan haar vader, Nebukadnezar. Amar, La Shem Elohim, zo spreekt hun God tot deze profeten. Sonne Zima, maar dat kan helemaal niet zo zijn, dacht Nebukadnezar, want de God van Israël, Sonne Zima, die vindt het vreselijk dat er immoraliteit gepleegd zou worden door het Joodse volk. Dat haat hij. Sonezima, hij haat dat. Hoe? Ki asu le gabe, shadarnu le gabe. En als het nu zo is dat wanneer die twee valse profeten naar jou toe komen, dan moet je ze naar mij toesturen. Ja? Dus die twee valse profeten, Kiasu, die kwamen daarbij bij die dochter van Nebukadnezar, Shedartanhu Legabe Abua. En deze dochter, die stuurde die twee valse profeten naar haar vader, Amarlehu, en hij sprak tot hen het volgende. Maan Amarlegon, wat heeft Hakadosh Baruch Hu, wat heeft de heilige geloofd, zei hij, zij zeiden tegen hem, zij zeiden tegen hem dat zij spraken uit naam van Hakadosh Baruch Hu. We hagan Nanya Michel Bazaya, Shaltinhu, maar Nebukadnezar die zei tot hem, wie heeft jullie dat verteld? En zij zeiden zij, de heilige geloof, zei, hij heeft dat tegen ons gezegd. We Amruli, Asur,
Hebben Gananya, Michel en Azayus al toen niet, waarom Rulia Su, hebben zij niet gezegd dat dit verboden is? Maar wij, zeiden zij, zijn ook profeten zoals zij zijn. En dus zei Nebukadnezar, ik zal jullie ook als hun in het vuur gooien. Zij zeiden, Anan, maar zij zeiden, Sjaak, we zijn maar met... Ja? Maak je er een beetje een eind aan, want het is 10:30 bij daar. Oh ja, ik zal er een eind aan maken. Zij werden... Ja. Volgende keer mag je weer verder. Ik maak er een eind aan door te zeggen dat zij zich probeerden te ontlopen de straf van de vuuroven, omdat zij zeiden, wij zijn maar met z'n tweeën en zij waren met z'n drieën. Dan hou ik nu op. Ik dank jullie allemaal dat jullie naar me geluisterd hebben en we gaan verder met de volgende rabbijn. Ja, jij ook hartelijk bedankt. En we zaten Shem over 14 dagen ben je weer. En dan, maar dat is een andere tijd, maar dat geef ik je nog even door. Oké, dankjewel. Heb je zelfs een uur. Nou. Ah, fijn. Oh. Dankjewel. Tudaraba. Tudaraba. Dan moeten we naar Forst kijken of we die kunnen. Hij heeft wel zijn camera aan, maar... Moet altijd eventjes... Ja, wacht eventjes. Waar is die? Even kijken of ik hem... Ja, is daar.